Hallo, ik ben Debbie Scheefjes, ik ben directeur van Kindcentrum De Buskus en wij doen mee met de MPO waar wij stagiaires plaatsen op onze school. Ik ga een paar vragen voor jullie beantwoorden. Wat vind je fijn aan de samenwerking met de MPO? Ik ben benaderd door de MPO en eigenlijk was daar gelijk heel direct contact en heel veel informatie, een goede voorbereiding op wat we konden verwachten met samenwerking van de MPO. Dus dat is erg prettig. Er zijn directe lijnen, veel informatie en goede communicatie. Wat leren MPO-stagiaires allemaal tijdens de praktijkstage? MPO-stagiaires die gaan natuurlijk vanuit de theorie onderzoekend de school in. En als eerste hebben ze een voorbereiding gehad om kennis te maken met de wijk, met de kinderen en welk soort populatie is er in de school. En zij hebben dat eigenlijk als eerste gedaan. Daarna zijn ze meer de klassen ingegaan en uiteindelijk één klas. Zij leren eigenlijk gewoon pedagogische, didactische vaardigheden. Gewoon alles wat hoort bij het lesgeven, alles wat hoort bij een veilig klimaat. Zij observeren de leerkracht, maar zij gaan zelf ook lessen geven waarbij ze feedback weer krijgen. En eigenlijk is het een combinatie van wat heb ik geleerd op de MPO, wat zie ik in de praktijk en wat zijn mijn leerpunten. En daar werken ze samen met hun begeleider weer aan in de praktijk. Welke verantwoordelijkheden hebben de stagiaires? In ieder geval hun eigen voortgang. Aan ons door te geven, een samenwerking met hun werkplekbegeleiders en de begeleiders van de MPO. De verantwoordelijkheden die ze hebben is eigenlijk zoals alle stagiaires dat we verwachten gewoon een juiste houding, discretie, medewerking, feedback opvolgen en eigenlijk zich zo snel mogelijk onderdeel te voelen van het team, want dat is heel erg belangrijk. Zo zien wij ook de stagiaires dat ze onderdeel zijn van het team en meewerken aan een goede leeromgeving voor de kinderen hier op school. Hoe reageren de leerlingen op de stagiaires? Nou, dat vinden de kinderen natuurlijk altijd superleuk als er een nieuwe stagiaire is. En deze stagiaires die wij op onze school hebben, worden eigenlijk supergoed ontvangen door de leerlingen. Dat is een leuke interactie. Zij hebben ook wat meer tijd om één op één met leerlingen begeleiding te doen. Dat is één van de opdrachten en je merkt dat kinderen dat heel erg prettig vinden. En dat is alleen maar fijn. Wat is er leuk aan het vak leerkracht? Wat niet, zou ik zeggen. Het is een vak, maar het is eigenlijk een roeping, hè? Een beroep, een roeping. Het is heel fijn om kinderen iets bij te brengen, om er te zijn voor kinderen, ze te stimuleren en hun te volgen in hun ontwikkeling en kijken hoe jij daaraan kan bijdragen. En dat is er heel erg leuk aan het vak leerkracht. Wat is de kracht van jonge academisch geschoolde leerkrachten? Ik denk dat de kracht is dat de stagiaires die we hier krijgen al een vooropleiding hebben. Hè? Dus ze komen al vanuit met enige kennis binnen. En zij hebben een onderzoekende houding. En dat is heel erg fijn, ook omdat scholen graag een lerende omgeving willen zijn. Ze hebben nieuwe input. En wij kunnen ook in samenwerking aan hen vragen om meer theoretische achtergrond bij vraagstukken te gaan onderzoeken. En dat ook weer te delen met teamleden. Dus het is een iets meer onderzoekende leeromgeving daarin. Is de MPO een goed initiatief voor het terugdringen van het lerarentekort? Nou, sowieso elk initiatief om mensen om te scholen tot leerkracht is er één. Dus dat denk ik wel. Ik denk ook dat het stimulerend is voor mensen die toch op academisch niveau een studie willen doen. En daar nu dan toch de kans voor hebben, omdat het altijd natuurlijk bij het HBO is gebleven. En dit is ook de kans om theorie en praktijk tegelijkertijd te doen. Dus zeker is het een heel goed initiatief. Ik denk dat hoe meer bekendheid eraan komt, wellicht er meer studenten komen die dan toch voor deze vorm van opleiding kiezen om leerkracht te worden. Wat ik wil toevoegen is, toen ik het van het initiatief hoorde en de eerste informatie daarover kreeg en de bijeenkomst, ik heel erg enthousiast werd. En ook mijn team, omdat we zoiets hadden, dit had er eerder moeten zijn. Want ook wij hadden best wel academisch opgeleid willen worden tot leerkracht. Dus we zijn super blij dat deze mogelijkheid nu bestaat. En we hopen ook dat veel mensen zich aanmelden hiervoor. En wij zijn altijd bereid om een plekje te bieden om het geleerde in de praktijk te brengen en daar weer feedback op te geven.